Vraag van mevrouw Bruinslot namens het CDA aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het AMC honderden hoofden kocht van een omstreden Amerikaans bedrijf. Het woord is aan mevrouw Bruinslot. Voorzitter, in de Verenigde Staten werven bedrijven bij verpleeghuizen om ouderen hun lichaam te laten doneren. En daarna verkopen of verhuren diezelfde bedrijven de lichaamsdelen van die ouderen aan ziekenhuizen en opleidingsinstituten over heel de wereld. Zelfs meerdere keren, want het gebeurt ook dat het geleased wordt, zo'n hoofd of lichaamsdeel. En vaak zonder medeweten aan van nabestaanden, die dachten dat ze iets goeds deden. En die bedrijven verdienen daar grof geld mee, zo'n 5000 euro per persoon. En het heeft zelfs inmiddels in de Verenigde Staten geleid tot invallen van de FBI. Is dat een ver van ons bedshow? Nee. Het AMC, Amsterdam Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum werkten hieraan mee. Reuters en Nieuwsuur vonden dat uit. Ondertussen zijn we met de haven van Rotterdam ook een doorvoerland voor deze lichaamsdelen geworden. Er komen containers de Rotterdamse haven in en die gaan dan de rest van Europa door. En voorzitter, dat is betreurenswaardig. Want in Nederland bestaat er de mogelijkheid dat mensen hun lichaam aan de wetenschap ter beschikking stellen. Voor onderzoek, voor opleiding, voor training, een gift. En opvallend is dat het Amsterdam Medisch Centrum afgelopen maanden op hun website had staan: nee, we hebben voldoende aanbod, u kan alleen uit een bepaalde categorie komen. En ondertussen werd er wel vanuit de Verenigde Staten meer dan honderden hoofden gehaald. Het CDA vindt dat lichamen van een overledene geen commerciële handelswaar mogen zijn. Hier moet je geen businessmodel van maken. En hier moeten we in Nederland niet aan willen meewerken. En mijn vraag aan de minister is: hoe kijkt hij hier tegenaan? Wat gaan we hieraan doen? En welke andere ziekenhuizen of opleidingsinstituten halen hun lichaamsdelen van andere organisaties dan de 8 anatomische instituten van de universiteiten? Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de minister. Voorzitter, dank. Onverkwikkelijk verhaal afgelopen weekend bij Nieuwsuur. Het oogt ook echt onzorgvuldig. Mensen wisten niet waar ze aan toe waren, wisten niet waar ze ja tegen hadden gezegd. Ook het feit dat er een vergoeding wordt betaald, dat zou er wel eens toe kunnen leiden dat mensen zich met een krappe beurs op enig moment zich genoodzaakt voelen, als ze de begrafenis niet kunnen betalen, om hiervoor te kiezen. En dat is echt niet zoals we willen omgaan met een menselijk lichaam. Dat is niet de manier van het betonen van respect ook voor het menselijk lichaam. Het afstaan van een lichaam aan de wetenschap, dat zegt mevrouw Bruinslot zelf ook, is in Nederland geregeld via de wet op de lijkbezorging voor Nederlandse donoren. Wat we onvoldoende hebben geregeld, of eigenlijk niet goed hebben geregeld nu, is het gebruik van lichaamsmateriaal van overleden personen met een buitenlandse herkomst. Daar geldt op dit moment geen vergewisplicht bij de onderzoeker of bij de beheerder van dat lichaamsmateriaal, om te weten, is hier ook daadwerkelijk voor deze toepassing gekozen bij het afstaan, bij de beslissing om het lichaam af te staan. En dat is een van de redenen om te komen met de wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Die wet is op dit moment in voorbereiding, die is ook in consultatie geweest, waarin we nou juist dat regelen. Dus informed consent, geïnformeerde toestemming op het moment dat een lichaam wordt afgestaan of lichaamsmateriaal wordt afgestaan. En een plicht om je daarvan te vergewissen bij de onderzoeker. Hoe breed deze praktijk op dit moment, hè, zoals ook door het AMC, zoals bleek in de berichtgeving, op dit moment van toepassing is in Nederland, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Daar is geen overzicht van. Ik ben wel van plan, ook vooruitlopend op de invoering van die wet, goed in beeld te brengen in overleg met de academische ziekenhuizen en de Nederlandse Vereniging voor Pathologen, om te weten wat die praktijk is en in welke mate die ook voorkomt. Mevrouw Bruinslot. Ja, voorzitter, uit de antwoorden van de minister blijkt dat er eigenlijk in de Nederlandse regelgeving een zwart gat zit. Als het gaat om lichaamsdelen van buitenlandse herkomst, is hier dus van alles mogelijk. En daar maken de bedrijven natuurlijk ook grif gebruik van. De Nieuwsuur en Reuters hebben uitgevonden dat containers vol met lichaamsdelen vanuit de Rotterdamse haven werden doorgevoerd naar andere onderdelen. Naar Nederland, maar ook naar andere landen.
En mijn vraag aan de minister is dan de volgende. Is dat je ziet als het gaat om de doorvoer van die lichaamsdelen, dat voor lijken is geregeld dat er gewoon een lijkenpas is. Dat er gewoon keurige regels voor zijn waarmee je waarborgt dat er zorgvuldig wordt omgegaan met overledenen. Maar voor lichaamsdelen is er geen enkele regelgeving. Die wordt hetzelfde behandeld als elektronica. En mijn vraag aan de minister is goed dat hij zegt dat hij kijkt naar de wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Maar wil hij ook kijken naar de regels die voor de douane gelden? Is dat we eigenlijk op dezelfde manier waarmee we zorgvuldig omgaan met lijken, mensen die overleden zijn, dat we dat ook voor lichaamsdelen gaan doen? Ook ziet niemand op dit moment toe op een juist gebruik van lichaamsdelen bij ziekenhuizen en opleidingsinstituten. Zij regelen dat allemaal zelf. Zou er eigenlijk niet moeten zijn, is mijn vraag aan de minister, dat iemand daar toch toezicht op houdt. En het laatste is, en dat valt op in de uitzending van Nieuwsuur, voorzitter, dat er inmiddels van die Amerikaanse bedrijven die hier zo grof geld aan verdienen, die hebben inmiddels in Amsterdam ook hun eigen vestiging opgericht, Rice Lab. En Rice Lab zegt, en dat heeft Reuters uitgevonden, dat zij diensten leveren aan mensen die hun lichaam nalaten. Dat betekent dat zij, lijkt het erop, dat zij een soort eigen traject beginnen naast de zorgvuldige praktijk die we wel in Nederland hebben. En zou het niet verstandig zijn dat de minister daar ook echt onderzoek naar gaat doen? Dat niet dat businessmodel van die Amerikanen een nieuw businessmodel in Nederland wordt. De minister. Voorzitter, ik begrijp die vragen heel goed. En als het gaat over een verantwoord gebruik maken voor het doel van wetenschap en voor het doel van opleiding, dan hebben we met elkaar inderdaad betere wetgeving te maken. Met die betere wetgeving zijn wij ook bezig en die hebben we in voorbereiding. En dan gaat het over de wetzeggenschap lichaamsmateriaal. Die beheerders van dat lichaamsmateriaal en de mensen die daarvan gebruik maken, dus opleiders, wetenschappers, verplicht om zich te vergewissen, van tevoren ervan te vergewissen, dat degenen die dat lichaam hebben afgestaan ook wisten waarvoor en waartoe. En dat is eigenlijk het belangrijkste aangrijpingspunt, omdat dat nu ontbreekt. Niet voor Nederlandse donoren nogmaals, dat is geregeld in de wet op de lijkbezorging, maar wel voor lichaamsmateriaal van overleden personen vanuit het buitenland. De mate waarin die praktijk in Nederland voorkomt, die moet ik in beeld brengen, heb ik zojuist aangegeven, dat weten wij niet. Of dit ook leidt tot nadere regelgeving op het gebied van de douane. Ik ben, als mevrouw Bruinslot dat aan mij vraagt, ben ik bereid dat na te gaan. Maar ik hecht er wel aan te onderstrepen dat ik van mening ben dat het belangrijkste aangrijpingspunt waar de wet versterking behoeft, is eigenlijk het aangrijpingspunt van de onderzoeker of de beheerder van dat lichaamsmateriaal die zich ervan moet vergewissen dat er sprake is geweest van informed consent. Nou, in dit geval dus niet. Bleek uit die Nieuwsuur-uitzending, ja, misschien in de kleine lettertjes, maar zeker niet dat men daadwerkelijk wist waar sprake van was. Dus nogmaals, we moeten in beeld brengen hoe groot die praktijk is. We moeten de wet verbeteren. Met dat wetsvoorstel kom ik in de richting van uw Kamer. En ik zal nagaan of er inderdaad ook sprake is van een nadere regelgeving die noodzakelijk is ten aanzien van de douane. En op dat filiaal van dat Amerikaanse bedrijf wat u noemt, ook dat zal ik nagaan, maar ik meen dat ook die zal vallen onder de wet zeggenschap lichaamsmateriaal en dat daarmee ook die manier van werken is gereguleerd. Tot slot. Voorzitter, het CDA vindt echt dat je van overledenen geen commerciële handelswaar mag maken. En het is vreselijk dat dat in de Verenigde Staten gebeurt, maar we hebben hier nog de mogelijkheid in Nederland om een halt toe te roepen. En het is goed dat de minister nu aangeeft dat hij naar de regelgeving gaat kijken. Maar ik wil hem toch echt benadrukken bij de minister dat het dus niet alleen gaat om de regelgeving hier, maar ook de regelgeving die gaat als het gaat om de doorvoer van materiaal, van lichaamsdelen. Okay. Omdat daar je mee ook de praktijk in stand houdt in andere landen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Bruinslot. Korte reactie van de minister? Ja, ik deel die opvatting van mevrouw Bruinslot. En ik heb ook gezegd, ik zal om die reden ook bekijken of ook ten aanzien van de douane regelgeving dit een aanscherping behoeft. Dat weet ik niet, maar ik wil daar wel dat wel nagaan. Wat ik wel weet is dat het belangrijkste aangrijpingspunt de wet zeggenschap lichaamsmateriaal is. Ja. En ten aanzien van het commercieel gebruik, daar geldt. Zoals in die uitzending te zien was, hebben de mensen daar het lichaam afgestaan onder betaling. En dat is, dat maakt mensen heel erg kwetsbaar. Zeker mensen in geldnood heel erg kwetsbaar. Of überhaupt enig commercieel gebruik altijd is uit te zonderen, dat is de vraag. Laat ik een voorbeeld noemen. Als er huid wordt afgestaan, dan wordt daar door de farmacie ook voorzien in een toepassing om brandwonden te helen.
Zo'n farmaceutisch bedrijf is natuurlijk wel een bedrijf. Wat het belangrijkste is, dat men aan de voorkant heel goed weet waarvoor men toestemming geeft. En dat is dat informed consent wat we in de wet gaan regelen. Dank u wel, mevrouw Bruinslot. De heer Van der Staaij namens de SGP. Voorzitter, ik val mevrouw Bruinslot van harte bij in zeg maar de afschuw over deze praktijk en ook de vragen om hier nader regelgevend ook in op te treden en te onderzoeken. Precies op het laatste punt heb ik nog een vraag waar het nu over ging. Dat commerciële aspect, want de minister zegt, ja, die informatie moet helder zijn. Heel goed. Wat daaraan geregeld wordt, nog beter. Fantastisch. Maar welke grenzen worden er nu gesteld aan het commerciële gebruik? Want is dat al niet gewoon zeg maar, ook een ethisch punt, dat als je ook met winstoogmerk je ruilhandel gaat krijgen, gaat betalen voor allerlei organen, gaan we dan al niet een ethische grens over en moet daar ook niet nader regelgeving plaatsvinden? De minister. Ja, ik snap heel goed het ongemak wat de heer Van der Staaij verwoordt. Ik heb dat zelf ook. En dat sluit ook aan bij het ongemak wat mevrouw Bruinslot verwoordt. Ik vind het zwaarste wegen in dit geval dat niet wist waar men aan toe was op voorhand. Men wist niet wat de toepassing zou zijn. Ja, hooguit via kleine lettertjes, maar dan moet je die hebben gelezen en begrepen. En men is betaald geweest voor het ter beschikking stellen van het lichaam. En dat brengt kwetsbare mensen in een nog veel kwetsbarer positie. En dat is absoluut niet zoals het zou mogen. Ik neig ook het eens te zijn met de uitspraak, ja, commercieel gebruik moet je eigenlijk überhaupt niet willen als het hierover gaat. Maar de kanttekening die ik daarbij plaats is, ja, de wetenschap dat je een aantal toepassingen hebt waar wij toch heel graag gebruik van zouden willen blijven maken. Een farmaceut die, nou wat ik net het voorbeeld van brandwonden noemde ik net, die huid gebruikt om een toepassing te bedenken om brandwonden te helen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van medische technologie, het maken van goede protheses bijvoorbeeld, daar kan het natuurlijk ook nodig zijn, dat je gebruik maakt van lichaamsmateriaal. En dat type bedrijven, dat is wel ja, een winstgevend type bedrijven. Dus om helemaal commercieel gebruik ten eenenmale uit te vlakken, dat is denk ik niet goed mogelijk. Dat heeft u gezegd. Ethische grenzen stellen wel. Mevrouw Pia Dijkstra. Namens D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, wat nog een beetje blijft hangen bij mij, want ik deel het ongemak van iedereen die het hierover gehad heeft. En ik deel ook de opvattingen van die minister als het gaat om commercieel gebruiken en de manier waarop je daar moet kijken. Maar hoe kan het dat de ziekenhuizen, de universitaire ziekenhuizen aangeven geen inschrijving voor mensen die hun lichaam willen afstaan aan de wetenschap? En ze gaan wel naar een commercieel bedrijf in de Verenigde Staten om aan de lichaamsdelen te komen die nodig zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. Ja. De minister. Wat ik daar op dat punt heb begrepen is dat het gaat over een speciale wijze van diepgevroren lichaamsmateriaal die niet in Nederland voorhanden is. Dus het is een speciale de vorm van waarin dat lichaamsmateriaal ter beschikking is gesteld. Ik heb me dat laten vertellen, maar nogmaals, ik denk dat we dit goed in beeld moeten brengen. En dit is daar onderdeel van. Waarom eigenlijk zien Nederlandse onderzoeksinstituten en Nederlandse ziekenhuizen zich genoodzaakt om lichaamsmateriaal vanuit het buitenland te verkrijgen? Daar waar het lijkt, in ieder geval, alsof het aanbod in Nederland voldoende is. Ja, men zal dat niet zomaar doen. Hè. Dus men zal er een goede reden voor hebben. En ik wil die reden graag goed snappen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de vraag van mevrouw Den Boer